Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de visus, oftewel de ogen en hun functie. We gaan het eerst kort hebben over de anatomie van het oog, daarna over de functie en over pathologie, waarbij we dieper zullen ingaan op glaucoom, cataract en maculadegeneratie. Hier zien we een doorsnede van het oog. Het bestaat uit drie lagen. De buitenlaag met het hoornvlies, oftewel de cornea, en de sclera. De middenlaag, die we de uvea noemen, met de iris, het straallichaam, oftewel de corpus ciliare, en het vaatvlies, oftewel de choroidea. En dan is er nog de binnenste laag, die bestaat uit zenuwweefsel, en die noemen we de retina, beter bekend als netvlies. Met hier de blinde vlek en hier de gele vlek, oftewel macula. Er zijn nog andere structuren in het oog. De lens, de oogkamers met de voorste en de achterste oogkamer, met daarin kamervocht, en het glaslichaam, het corpus vitrium, aan de binnenkant van het oog. En de oogspieraanhechtingen aan de buitenkant. En natuurlijk de oogzenuw, oftewel de nervus opticus, oftewel de tweede hersenzenuw, die alle informatie naar de hersenen stuurt. Om goed te kunnen zien, passen onze ogen constant aan de omgeving. De iris kan de pupil kleiner maken door samen te trekken, ook wel meiosis genoemd, onder invloed van het parasympathisch zenuwstelsel. En groter maken door te ontspannen, ook wel mydriasis genoemd, onder invloed van het sympathische zenuwstelsel. Ook de lens past zich constant aan om het beeld dat we zien scherp te stellen. Dit noemen we accommoderen. De lens hangt aan dunne ligamentjes vast aan het corpus ciliare, door middel van een spiertje, de musculus ciliaris. Hierdoor wordt de dikte van de lens geregeld. De lens wordt dikker als je iets van dichtbij wil bekijken. Vervolgens komt de lichtgolf dus binnen het oog en zal landen op de retina. Deze bestaat uit staafjes en kegeltjes. Dit zijn lichtgevoelige receptoren en zo lichtstralen kunnen omzetten naar een elektrische prikkel. De gele vlek bevat de meeste kegeltjes om zo scherp mogelijk alles in kleur te kunnen zien. En verder van de gele vlek af komen er steeds meer staafjes die vooral licht en donker onderscheid kunnen maken. Het licht zal de receptoren bereiken via een beetje een onlogische weg. Laten we hier even op inzoomen. Het licht komt hier vandaan. De lichtreceptoren, oftewel de kegeltjes en de staafjes, zie je in het paars. Daartussenin zitten een aantal schakelcellen, in het blauw en in het rood. En de zenuwvezels, die uiteindelijk de nervus opticus gaan vormen, in het geel. Als er licht op de lichtreceptoren schijnt, zorgt het ervoor dat de schakelcellen gaan depolariseren, oftewel de elektrische stroom gaan maken. Dan hebben we nog de oogkamer. Het kamervocht wordt gemaakt in het corpus ciliare. Het kamervocht zal dan via de achterste oogkamer langs de opening in de iris, beter bekend als de pupil, naar de voorste oogkamer stromen. Vervolgens zal het in de hoek worden gedraineerd naar het bloed toe. Dit heet het kanaaltje van Schlemm. Op ieder moment wordt er evenveel kamervocht aangemaakt als dat er wordt afgevoerd. Dan weet je nu hoe de anatomie eruit ziet en hoe het oog werkt. Dan gaan we nu naar de pathologie. We gaan het hebben over glaucoom, cataract en maculadegeneratie. Glaucoom is een aandoening waarbij de oogdruk verhoogd is. Er bestaan meerdere varianten, maar bij allemaal komt het erop neer dat het kamervocht niet meer kan worden afgevoerd in het kanaaltje van Schlemm. Er wordt nog wel kamervocht gemaakt, terwijl het niet weg kan. Dus dan loopt de oogdruk op. Deze druk kan ervoor zorgen dat het glaslichaam gaat drukken op de achterkant van het oog, en dus ook op de nervus opticus, of op de bloedvaten aan de binnenkant van het oog, waardoor er geen bloed meer kan stromen en dus een infarct ontstaat. Er wordt vooral onderscheid gemaakt in acuut glaucoom en chronisch glaucoom. Acuut glaucoom, ook wel gesloten kamerhoekglaucoom genoemd, ontstaat in een korte periode en kan voor heftige pijn zorgen, fotofobie, hoofdpijn, misselijkheid en wazig zien. Het komt meestal voor bij mensen boven de 40 jaar. Bij deze mensen is de lens wat verouderd en vergroot, zodat hij tegen de iris aandrukt. Als er dan bij weinig licht de iris helemaal terugtrekt, kan het opbobbelen en contact maken met de cornea. Hierdoor wordt het kanaaltje van Schlemm geblokkeerd en kan het kamervocht dus niet meer wegstromen. Chronisch glaucoom, oftewel open kamerhoekglaucoom, kan gevaarlijk zijn omdat het eigenlijk geen symptomen veroorzaakt, totdat het visusverlies oplevert.
Dat begint meestal in het perifere zicht aan de buitenkant en wordt dan langzaam nauwer. Dit levert letterlijk tunnelvisie op. De oorzaak is niet bekend, maar er wordt gedacht aan een genetische component omdat het bij sommige families vaker voorkomt. Cataract betekent staar. Hierdoor wordt de lens troebel en kan het licht dus veel moeilijker door de lens heen. Veel patiënten klagen over waziger of grauwer zien en schittering. Meestal het meeste last in fel licht met de lichtstraal omdat hij dan precies door de staar heen gaat. Dit kan bijvoorbeeld bij autorijden heel vervelend zijn, denk maar aan de koplampen van andere auto's. Maar ook bij dichtbij zien, zoals lezen. Vaak ontstaat staar op een oudere leeftijd, maar het kan ook aangeboren zijn. Dan gaan we het als laatste hebben over maculadegeneratie. Maculadegeneratie is degeneratie van de gele vlek, oftewel het centrale en het belangrijkste deel van de retina. Hierdoor ontstaan visusstoornissen precies in het midden van je gezichtsveld. Er bestaan twee vormen, de droge vorm en de natte vorm. Bij de droge vorm degenereert het netvlies over een periode van jaren. Bij de natte vorm ontstaan er afwijkende bloedvaatjes in de gele vlek. Deze afwijkende bloedvaatjes zijn heel fragiel en hebben een grotere kans om spontaan te gaan bloeden. Als dit gebeurt, zal er bloeding komen, dus tussen de staafjes en de kegeltjes, in een tijdspanne van uren tot dagen. Daarna ontstaat er littekenweefsel, waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen. Net als cataract is maculadegeneratie een aandoening van de oudere leeftijd. Je hebt in deze video geleerd over visus, over de anatomie van het oog, de functie van het oog en we hebben drie belangrijke aandoeningen besproken: glaucoom, cataract en maculadegeneratie. Bedankt voor het kijken!